Die zat, wordt langer, 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 langer. En op een gegeven moment stopt hij. Kan ik mijn arm niet ver genoeg omhoog krijgen. Dus die spier willen we ook strekken. Welkom strekkerbroeders bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de lockout tijdens een overheadpress. Ik had hier van de week een klant van mij. Ik noem hem even X, want ik wil niet dat niet iedereen is er mee eens dat hun uitgebreid worden uitgelegd op internet. Dus persoon X, daar vroeg ik het volgende aan. Ik doe het voorbeeld voor met een bierfust. Jij doet dit waarschijnlijk met een barbel of met dumbbells. In ieder geval, ik liet het hem doen met een bierfust. Ik vraag aan hem, gooi hem op. En we doen overheadpress. Zorg dat je helemaal recht bent, mijn armen recht, mijn torso recht, lichte spanning op de buik. En vanaf hier naar beneden en door. Ik vroeg hem dit te doen. Hij zei op een gegeven moment tegen mij, hij haalde het niet, hij zei niets tegen mij. Hij kwam beneden, perfect. En op een gegeven moment kwam hij omhoog, tot ongeveer zover. Dus ik vroeg hem, X, kan jij je armen strekken? Hij maakte nog een herhaling. Hij kon zijn armen niet strekken. Oké, toen heb ik wat testjes met hem gedaan. Onder andere met dit, ik heb een 30 kilo fust en dit is een 10 kilo fust. Dus heb ik hem even gevraagd, oké, kan je proberen je armen te strekken en dan je rug te buigen? Dus dit, dat lukte hem vanzelfsprekend. Ik heb toen gevraagd, kan jij je rug nu recht trekken? Dit doen. Dat ging niet. Het was dit, of hij knakte zijn ellebogen, hij boog ze. En nu staat hij wel met een rechte torso, alleen met half, met geen juiste spanning op de biceps en triceps natuurlijk. Omdat mijn ellebogen helemaal niet in lock-out zijn. Ik zet hem even neer, want dat is best vervelend. Hij blijft dus op een gegeven moment zo staan. Dus het was of dit met een rechte torso, of dit met uitgestrekte armen. Dit, deze houding, is natuurlijk het laatste wat we willen. Moment dat... net wat ik zeg, als wij 30 kilo hebben en de persoon zelf weegt een kilo of 90. Als hij zo blijft staan, is er natuurlijk een enorme punt druk op de onderkant van mijn rug, op mijn onderrug. Die gewrichten daar die gaan samen vouwen en mijn zenuwen komen is allemaal in ieder geval allemaal niet best. Dat heeft weinig instructie nodig, dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus wat er bij persoon X aan de hand is, is dat zijn latissimus. Eens kijken of ik dit voor kan doen. Dit heb ik van tevoren niet geoefend, dus excuseer me als het fout gaat. De latissimus. Die hecht van boven tot de onderkant van je rug aan. En die loopt in een puntje naar mijn arm. Ongeveer naar mijn schouderkop. Dus hier en hier hecht aan. Grote spier. Gaat ongeveer hier naartoe. Zoek desnoods een plaatje erbij op. Bij de latissimus. De meeste mensen kennen die wel. Als je breed gaat staan, zijn dat de vleugels die aan de zijkant van je lichaam tevoorschijn komen. Die... hecht eigenlijk aan onder mijn oksel. Ik weet niet of ik dit goed voor kan doen. Maar goed, stel je voor dit elastiek zit helemaal onderaan mijn rug, onderaan mijn oksel. En ik wil op het moment mijn arm strekken, strekken, strekken. Het elastiek, oftewel de spier, moet natuurlijk nu lengte geven om dit te kunnen doen. Hij moet natuurlijk lengte, 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 totdat ik helemaal rechtop ben. Die spier, die is te strak. Op een gegeven moment gaat mijn arm omhoog en dus komt er meer spanning op het elastiek. Kom verder, verder, verder. En op een gegeven moment zegt de spier, Raymond, of persoon X, dit is ver genoeg. We willen niet verder als dit, want dat kan ik simpelweg niet. Dus we willen de latissimus strekken. Die houdt zijn progressie tegen. Een andere spiergroep is de pectoralis. De major en de minor, de grote en de kleine borstspier. Die kennen de meeste mensen wel. Hecht ongeveer hieraan. Loopt in een puntje. Ongeveer naar dezelfde plek toe en aan de voorkant van het lichaam. Moment dat ik... dit had ik misschien even van tevoren even moeten oefenen. Maar ik ben na 2-3 maanden afwezigheid van YouTube weer even. Moet een beetje weer opwarmen. Hecht hieraan. Op het moment dat mijn arm omhoog moet, komt er weer spanning. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als met de latissimus. En op een gegeven moment stopt de pectoralis met lengte geven. Die gaat, wordt langer, 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 langer. En op een gegeven moment stopt hij. Kan ik mijn arm niet ver genoeg omhoog krijgen. Dus die spier willen we ook strekken. Naast actieve spieren, of te strakke spieren, net hoe je het wil noemen, zijn er natuurlijk ook onderactieve spieren. Onderactieve spieren hebben we het over de romboids. En achterop
je lichaam. Kan ik nu even lastig aanwijzen. Ik zal even een plaatje bijzoeken. Hang in het midden van je lichaam. En die zorgt ervoor dat mijn schouderbladen naar elkaar toe kunnen. Dus het moment dat ik boven ben, kunnen die netjes naar elkaar toe komen. Kan ik een volledige lockout maken. En dan als laatste hebben wij het over de rotator cuff groep natuurlijk. En natuurlijk de middelste, onderste gedeelte van de trapezius. Excuses. Het onderste gedeelte van de trapezius, die kan er ook voor zorgen dat wij langer kunnen worden. Zodat mijn armen naar achteren en naar beneden worden getrokken. Mijn schouderblad, alles wordt in de juiste positie getrokken. Hier geven we lengte aan de voorkant van het lichaam, aan de achterkant van het lichaam. Laten we het onderste gedeelte van de trapezius alles recht trekken. We zullen dus de trapezius willen versterken. Dat ga ik in deze video niet uitgebreid uitleggen. Daar heb ik al eens een andere video over gemaakt. En onze rhomboids. Alleen al belangrijk is om gewoon fatsoenlijk te deadlift. Om je lichaam gewoon in de juiste houding te krijgen. Daar gaat deze video niet over. Ik ga uitleggen waarom we niet kunnen overheadpressen. Waarom we geen volledige lockout kunnen doen. En wat we daar aan kunnen doen. Die twee spiergroepen willen we dus versterken. Sorry. En als laatste wil ik naar het recto gaan. En dan wil ik twee stretches laten zien en even voordoen. Voor zowel de latissimus als voor de pectoralis. Er zijn meerdere stretches natuurlijk aanwezig. En er zijn er zoveel die je kan doen. Maar dit zijn mijn favoriete stretches als het op dit probleem aankomt. Gaat ie. De eerste stretch is de stretch voor de latissimus, voor de grote rugspier. Wat ik persoonlijk altijd fijn vind is... Ik heb hier persoonlijk een squat rack. Je kan dit bijvoorbeeld ook op een tafelrand doen. Of op de trap. Of iets dergelijks. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Handen hierop leggen. Ik vind het fijn om met één voet naar voren te gaan staan. Ik zorg dat mijn armen, mijn ellebogen helemaal lock-out zijn. Dus die zijn in principe op slot. Vervolgens met een rechterrug ga ik mijn hoofd ver naar voren duwen. Ver naar voren duwen. Zo ver mogelijk. Totdat ik... serieuze spanning op mijn latissimus voel. Ik blijf dit plus minus minimaal 30-40 seconden beet houden. Desnoods een beetje veren. Als dit een ernstig probleem is en je hebt dit vaker, je hebt hier meer last van, zou ik zeggen, hou hem 40 seconden vast na de training. Iets wat je dagelijks kan doen, is het voor de training proberen een beetje te veren, zodat de spier op warm wordt en even iets meer lengte geeft. Een andere, ook voor de latissimus, kan je doen met een elastiek, mits je die hebt. Elastiek maken aan iets hoogsbeet. Dit is voor mij 2 meter. Liever heb ik hem nog wat hoger. Ik gooi mijn arm erheen. Dus ik zorg dat mijn hand goed vast zit aan het elastiek. En wat ik persoonlijk doe, dat is de reden dat ik hem liever hoger wil hebben, is op de grond gaan zitten. Zowel met 2 knieën, een lekker stukje hier vanaf. Er moet serieuze spanning al opstaan. Ik heb het elastiek zelf met mijn hand niet echt beet. Ik heb hem om mijn hand gedaan, zodat mijn hand eigenlijk, zodat ik mijn arm straks kan ontspannen. En dat ik daardoor niet extreem dit moet gaan doen, want dit heeft natuurlijk totaal geen nut. Ik hoor juist dat mijn hand eigenlijk ontspant. Vanaf hier dezelfde beweging, dezelfde pose die we boven hebben. Ik ga er doorheen en nu blijf ik rustig ademen. Gewoon in. Uit. Iedere keer... dat ik uitadem, voel ik die spier ontspannen en ik voel dat er aan wordt getrokken en dat ik hem lengte geef. En iedere keer als ik uitadem, komt er meer en meer lengte op die spier en voel ik dat hij ontspant. En als laatste, ik heb zo nog wat informatie voor deze spierroepen. We hebben nu twee keer voor de latissimus gedaan. Als laatste gebruikte ik een stretch voor de pectoralis, voor de borst. Ik zorg dat, even kijken hoe goed jullie dit kunnen zien, deze hoek in mijn lichaam ongeveer 90 graden is. En hier op het squat rack loopt mijn hand. Ik zorg dat deze hoek 90 graden is. Daar kijk ik eerst naar. Vervolgens, als ik mijn rechterarm strek, zet ik ook mijn rechterbeen naar voren. En leun ik naar voren toe. Hier moet je wel bij letten dat je natuurlijk niet je torso wegdraait. Extreem hard naar voren gaat komen is allemaal niet nodig. Kom rustig in de stretch. Heb je je punt gevonden, wijs je torso recht naar voren. Kan je als je wilt zo ver mogelijk komen. En rustig de spanning opbouwen door je torso langzaam naar één kant te draaien. Dus sta naar voren en heel zachtjes draai ik nu mijn torso naar links. Het is zo weinig dat het op de camera eigenlijk niet eens te zien is. Dus daar stretch ik dat mee.
Nu vragen sommige mensen zich, denk ik, af. Oké, het probleem is duidelijk. Waar komt dit door? Wat je vaak ziet is dat, je kent ze wel, die typische gasten. Monday, chest day, alleen maar biceps. In dit geval hebben die er weinig mee te maken, maar wel. Het is natuurlijk maandag bicep en borstdag. Iedereen knalt in de sportschool. Maandag hebben ze er zin in. Gaan we de leuke spierroepen doen. Vrijdag is benendag. Die skipt iedereen. Die types. Altijd bangdrukken. Chest flies en normale flies. Noem maar op. Zoveel mogelijk borstoefeningen. Die spierroepen worden strak. Ga helemaal naar voren staan. Vervolgens kunnen ze ook nog eens wat rugoefeningen doen. Spieren worden ook strak. Geven hem totaal geen lengte meer. Dat is één optie waarom iemand zijn armen niet zou kunnen strekken tijdens een overhead press. Een andere, iets aannemelijke optie, een andere vorm hiervan. Mijn klant die fitness niet, naast dat hij hier traint, heeft hij ook nooit gedaan. Hij heeft wel een kantoorbaan, dus hij zit zo. Stress. Ik zeg niet dat hij stress heeft, maar het kan wel een factor zijn. Stress. Eerst als mensen stress hebben, die gaan niet lalala zo lopen en lekker blij en vrolijk zijn. Nee, zo naar beneden, schouders omhoog, inkeren tot jezelf. Mede dat wanneer je al deze houding hebt, je ook sneller last van stress kan hebben. Want hoe je je gedraagt, ga je ook voelen. Komt-ie. Dus we hebben een computer de hele dag, 8 uur per dag computeren. Vervolgens, hup, auto rijden naar huis. Goed. Dan eten, achterover op de bank, tv kijken. Wat doet normaal iemand nog meer in zijn dagelijks leven? Dat is het in principe. Als hij slim is, dan slaapt hij vlak op zijn rug. Goed, 9 van de 10 mensen die slapen op hun zij of op hun buik. Als je op je zij slaapt, slaap je ook weer met die bolle rug. Al met al, niet zo gek dat iemand geen overhead press fatsoenlijk kan. Dat hij niet fatsoenlijk tot lockout kan komen. Dit was Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.